Ik had altijd al trainer worden of coach worden. Aangezien ik vroeger heb gegymd bij een sportclub. En ik vond mijn trainer daar zo mooi rondlopen en zo iedereen te helpen. Ik dacht, wil ik ook kinderen helpen om beter te worden in hun sport. Ik ben fulltime turntrainer, dus ik geef hier ongeveer 35 uur per week turntraining. Het houdt in dat je eigenlijk alleen maar training geeft in de zaal. Daar ben je verantwoordelijk voor een groep. Daarbuiten komen er superveel taken bij kijken. Je bent verantwoordelijk voor communicatie, dus je met ouders bent aan het communiceren. Het rooster maken, wanneer trainen we wel, wanneer trainen we niet. Dus eigenlijk ben je een beetje zo'n manager van zo'n groep, manager van zo'n club. En ben je bezig om alles in goede banen te leiden. Dus zowel in de zaal en buiten de zaal, met school, met de fysio, met sportartsen. Het is gewoon leuk dat je elke dag met de kinderen bezig bent. Die kinderen hebben echt een droom en je wil dat ze de droom werkelijkheid kunnen maken. De lessen die ik heb gekregen op Alpha College zijn altijd heel leerzaam. Van leraar daar gehad die heel veel meer hebben gemaakt, heel veel verteld hebben wat ze hebben gedaan. Dat heeft me geholpen. Je gaf daar les aan je eigen klas. Hoe sta je voor de groep? Wat is je houding? Daar heb ik super veel van geleerd eigenlijk. En ook het organiseren van evenementen vond ik super leuk. De leraar op het Alpha College heb ik heel veel van gehad. Heel veel theorie daarvan gekregen, heel veel tips gekregen. Maar ook wel trainers die ook les gaven op een hoog niveau. Dat je dan denkt, van, dat wil ik ook. Ik wil ook zo goed worden als wat zij dat zijn. Meegeven, doe vooral sport en bewegen als je iets wil doen met sport en bewegen. Ik merkte wel veel dat mensen er kwamen omdat ze niet wisten wat ze wilden doen. Maar doe de opleiding als je iets met sport wil doen of iets met kinderen wil doen. Dus dan weer in de klaslokaal gefocust zitten leren. Dan weer verslagen maken op de laptop. Maar dan weer lesgeven en dan weer zelf sporten. Dus de variatie vond ik wel het mooiste. Ik heb uiteindelijk gekozen voor trainer coach omdat ik dacht, dit ligt mij het beste. Ik zat heel erg te twijfelen tussen de oude kant bij Rax en de lifestyle kant, SBG en trainer coach. En toen ik hoorde dat we dat konden combineren met keuzedelen, toen heb ik ervoor gekozen om toch gewoon trainer coach kant op te gaan. En dan combineren met fitness A en dan nog mountainbike en fitness B in het laatste jaar. Zodat ik wel toch van alle profielen een klein beetje iets heb. Het leukste van dit profiel is dat je gewoon eigenlijk zelf wel een beetje een doelgroep kan kiezen. Ik vind het gewoon tof om op het veld te staan of in de zaal. In het tweede jaar krijg je gewoon echt iets meer les over hoe je dan bijvoorbeeld een training kan opbouwen, een trainingsplan maken. En krijg je ook wel didactiek, dus dat je dan echt leert van hoe je les en leiding leert geven. Ik krijg ook heel vaak gewoon lessen die we dan aan elkaar moeten geven in de klas, wat je dan kan toepassen op je eigen stageadres. Ik vind het sowieso fijn dat je een eigen coach hebt die je, ja, kan je eigenlijk helpen met van alles. Als je een vraag hebt, dan kan je daarbij terecht. En ze wisten ook gewoon veel af van het profiel zelf. Dus nou ja, logisch, maar wel heel prettig, want ik kon er wel gewoon heel veel van leren. Ik ga straks starten met de ALO. Voordat ik naar de ALO ga, ga ik nog werken in het buitenland. Voor de rest lijkt het me gewoon heel tof om verder te gaan met lessen en training geven binnen de sport. Het lijkt me zelf heel tof om stage te lopen op mijn opleiding nu, bij Sport en Bewegen. En misschien daar dan later aan het werk. Ik denk als iemand twijfelt om het profiel trainer coach te kiezen, dat je gewoon moet uitzoeken of je het daadwerkelijk ligt. Dus ga training geven bij een vereniging, ga kijken bij trainers. Ja, wel, je kan dus wel gewoon heel veel kanten op. En daarnaast vind ik het gewoon heel tof dat je het kan combineren met keuzedelen. Ik vind de opleiding echt superleuk. Dus je zit niet alleen in het schoolgebouw, maar je gaat ook wel naar andere locaties, wat ook wel tof maakt. Ik ben in mijn eerste jaar naar Rome geweest op stage bij een top jeugdacademie daar. En dat beviel me zo erg en het inspireerde me zo om het trainingsvak in te gaan dat ik op dat moment besloten heb om verder te willen gaan in het trainer-coachvak. Het begeleiden van jonge atleten richting hun ambitie, richting hun droom om uiteindelijk professioneel te spelen en met mijn hobby basketbal bezig te kunnen zijn. Heel veel mooiere dingen zijn er niet, denk ik. Nou ja, mijn grootste deel van mijn functie is gewoon het geven van 9 basketbaltrainingen per week. En de wedstrijden in het weekend. We beginnen 's ochtends van 8:30 tot 10 met een ochtendtraining. En dat zijn voornamelijk skills / fysieke trainingen. Daarna zit ik vaak al op kantoor of train ik nog individueel met speelsters. Op kantoor ben ik dan bezig met videoanalyse, clinics kijken, mezelf ontwikkelen. En dan trainen wij van 4:30 tot 5 trainen wij weer. En dat is eigenlijk mijn complete dag. Theorie / de praktijkles op Sport en Bewegen en de docenten hebben mij zeker geholpen om met een goed gevoel het praktijkveld in te gaan. De begeleiding was veelal heel goed, dus je kon bij veel docenten kon je terecht als je vragen had. Inhoudelijk had je natuurlijk heel veel verschillende docenten die allemaal hun eigen specialiteiten hadden. Ja, ik heb daar wel veel uit kunnen halen. Ik zou altijd voor het profiel trainer coach gaan. Ik heb daar eigenlijk nooit over getwijfeld. Heel veel bezig met lesgeven, didactiek over lesgeven, veel in de praktijk bezig. Dus ook al wil je dan uiteindelijk niks met trainer coach,
sluit het uiteindelijk ook goed aan op een eventuele hbo-opleiding of het werkveld richting een buitenschoolse opvang. Het leukste aan de opleiding vind ik eigenlijk nog steeds mijn oude klas. Ik denk dat dat gewoon echt wel een hele fanatieke klas was die er allemaal gewoon 100% voor ging. Dus dat heeft het mede wel echt mogelijk gemaakt dat ik echt een toptijd daar heb gehad. Ik probeer er vooral van te genieten van je tijd op sport en bewegen, want als ik er nu aan terugdenk is het voorbij gevlogen. Dus geniet er vooral van en maak er het leukste van.